3 keer 85. Wat was het? 3 keer 85. Het lijkt een schooldag zoals alle andere dagen. Totdat de meester merkt dat de klas niet compleet is. Weet iemand waar Nola is? Nee. Ik weet echt niet waar ze is hoor. Ik denk dat ze ziek is. Plotseling wordt er op de deur geklopt. En de absente leerling komt binnen met haar ouders. Hé hey Lola, wasje! Hé hey Lola, wasje! Waar was je? Lola, wasje! Hé Lola, wat ben je ziek? Ik heb helaas slecht nieuws voor jullie. Wij moeten binnen een week het land uit omdat onze verblijfsvergunning niet meer mag verlengd worden. Wat? Dat mag niet! De hele klas reageert geschokt. In het clubhuis praten de leerlingen na over wat er vandaag gebeurd is. Wat erg voor Nola. Wat kunnen we doen? We moeten haar ergens verstoppen. Goed idee dat we stoppen. Als dat niet werkt, kunnen we ook handtekeningen verzamelen. We kunnen langs alle deuren en handtekeningen verzamelen tot we er genoeg hebben. Kom op jongens, aan de slag. 1, 2, 3, de school heeft de familie onderdak geboden. Ze mogen zich verstoppen in het magazijn. Zo kan Nola gewoon de lessen op school blijven volgen. Dit gaat een weekje goed, totdat... Hé, hey, vreemdelingenpolitie! Waar? Daar! Nola! Ja. Conciërge wordt stevig aan de tand gevoeld door de vreemdelingenpolitie. De conciërge zegt dat hij niet weet waar de familie is. De vreemdelingenpolitie vertrouwt het zaakje niet en doorzoekt de hele school. Dezelfde dag nog gaan de kinderen handtekeningen verzamelen tegen de uitzetting. Tijdens het verzamelen komen ze toevallig Fatih tegen, de beroemde stervoetballer. De kinderen vertellen Fatih het hele verhaal. Ook hij zet zijn handtekening. Oké, we doen het wel. Alsjeblieft. Ja jongens, we hebben de handtekening van de beroemde voetbalspeler. Yeah. Yeah. Dankjewel meneer. De volgende dag moet het gezin voor de rechter verschijnen. De koffer is al gepakt. Ik ben de moeder van Nola. Ik ben Nola. Ik ben de vader van Nola. Ik ben advocaat Aki. Jullie zijn hier omdat jullie verblijfsvergunning verlopen is. Jullie worden nog vandaag het land uitgezet. Rechter, deze mensen horen in het land. Ze zijn helemaal ingeburgerd. Nola is hier geboren. De rechter is onverbiddelijk. Geen sprake van. Ze moeten allemaal het land uit. En nog wel vandaag. Bovendien zijn ze ondergedoken. Dat is ook strafbaar. En dan? We hebben handtekening opgehaald voor Nola. Ze moet blijven. We hebben onze best gedaan. Bekijk ze maar heel goed. Ja! Hi? Is dat Fatih, de beroemde voetbalster? Ja, dat is hem. Wow, Fatih, dat is mijn idool. Ja, hè? Ik heb een voorstel. Als ik de handtekening van Fatih mag krijgen, dan mag de familie van Nola blijven. Vind je dat goed? Ja! En dankzij de handtekening van Fatih
kan Nola met haar familie toch in Nederland blijven wonen.